Ja. Welkom allemaal weer. Vandaag gaan we even iets nieuws proberen. We gaan een van de blueprints plaatsen. En dan gaan we ook gelijk kijken of we hem kunnen bouwen. Voor een deel. Dit is wat ik tot nu toe gebouwd heb. Niet al te veel. Maar genoeg. We gaan even hier naar boven. En dan wil ik kijken of ik de blueprint kan plaatsen van de windmolen. Even kijken. Jezus, dat is wel een ding zeg. Oké. Okay. Materials. Even kijken wat ik er allemaal voor nodig heb. En zo te zien heb ik er genoeg voor nodig. Oké. Show hands. Prima. Weghalen wat in de weg staat. En om te beginnen, place peakstone hier. Nou, een hoop van dat spul hebben we allemaal nog niet. Dus wij gaan even kijken. Steen. Ik heb wel steen in mijn inventaris. Dus ik moet even uitzoeken of dat allemaal gaat werken. Als ik die uitzet, wat is er dan? Niks. Oké. Okay. Even kijken wat we moeten hebben. Peakstone. 805. Dan zullen we op zoek moeten naar peakstone, denk ik. En waarschijnlijk is dat in de bergen. En dan zal ik nou wel de verkeerde kant op gaan. Dat is niet het goede. Ja.
Volgens mij moeten we daar omhoog een piekstone aan halen. Prima. Mooi. Nou, dan moet ik de 800 hebben, dus voorlopig kunnen we nog wel even doorhouden. Zo te zien zit hier ook gewoon steen in, maar ja, dat hebben we ook nodig. Dus, en ik weet niet of hij dit allemaal telt. Maar we gaan er gewoon voor en we zien wel waar het schip stond. De andere jongens zoals Harry en Ricardo en Raymond en Pascal. Die zijn ook allemaal druk bezig met blueprints maken. Ik had eigenlijk gezegd dat ik het niet zou doen, dat ik het naar mijn eigen idee zou bouwen, maar het lijkt me ook wel leuk om iets te bouwen wat je van tevoren krijgt aangereikt. Dus we zullen zien. We gaan gewoon graven en we zien wel wat ik er allemaal voor nodig heb. Ik zal hem even op 9, ik kan mijn lampje aan doen. Nou, de eerste 100 hebben we. Nog 700 te gaan.
kwam ik alleen maar steen tegen en dat is natuurlijk niet de bedoeling. Inmiddels zijn we over de 1000 views. Dus alvast iedereen hartstikke bedankt daarvoor. En we gaan nu voor de 10.000, want bij de 10.000 kan je de beoordeling krijgen van YouTube om er een paar centen mee te kunnen verdienen. En dat is waar we op dit moment voor gaan. Ik weet dat dit nou niet echt het leukste is om naar te kijken, maar het moet heel even. Dan kan ik je in ieder geval laten zien dat ik het ook aan mezelf doe, hè? En bij deze spellen hoort dit erbij.
Mijn inventory is vol. Oké. Ja, heb ik nog even niet nodig. Dus dan gooien we jou er gewoon even uit. Kunnen we toch genoeg van halen? Dus ik heb er nou bijna 400. Okay. Dus we zijn op de helft.
Om de goede honden te gaan, dan hebben we de eerste bouwstenen van de blueprint. En dan zullen we zien of het allemaal werkt. Mijn handschoen is kapot. Dus maar goed dat ik er twee bij me had. Daar heb ik niet eens geen rekening mee gehouden. We zijn er bijna. Nou, dan zullen we maar eens even gaan kijken wat we kunnen doen. Eerst de onderste maar doen.
dat zijn andere sterren. Nee, je moet er maar wijs aan worden. Thank you.
Het is een beetje moeilijk te zingen allemaal.
Oké. Nou, ik heb de eerste 3, 4, 500 stenen geplaatst. Voor zover als ik kan zien. En er komen nog wat stenen tekort. Er komen niet zomaar wat stenen tekort, maar een heleboel. Dus even kijken, voor nu denk ik kan nog beter opstaan, dan kan het makkelijker zien. Nou, dan doen we de waterstroom geven. En dan ga ik daarna afsluiten. En dan gaan we de volgende keer gewoon verder waar we gebleven zijn. Dan zal ik tot die tijd niks. Hier aan bouwen. Dit is een groot project. Het zijn 7500 stenen. In totaal. Dan de deur ga je het niet meer zien. Oh,
is wel heel hoog. Oké, dat was het dan meteen. Nou, prima. Dan moeten we die straks maar weer een keer bij gaan mijnen. Voor nu kijk ik er even mee uit. En dan zie ik jullie de volgende keer weer. Like als je de video leuk vond. Abonneer op het kanaal. Voor als je meer video's van mij wil zien. Heb je iets te vertellen? Laat een berichtje onder. Of laat een berichtje achter hieronder. En ik zou zeggen tot de volgende keer en bedankt voor het kijken.